Zo, deur dicht. Ja. Controlfreak! Ja, ben ik wel een beetje. Zie je wel? Deze loopt nog. Oh, wacht, die start ik ook even opnieuw. Dat is de backup, hè? Ja. Altijd zo. Heb je ook backups als je iets opneemt? Nee. Ja, ik zou geen vragen meer stellen. Zie je? Zo kan het misschien ook wel een vorm van controlfreak zijn, hè? Want bij een interview mag je... Of als je vragen stelt, kan iemand jou ook geen iets lulligs vragen of iets lulligs zeggen. Ja, natuurlijk. Dus precies, dan ben je ze voor. Ik ga me overgeven aan de tweede podcast. Ja. Ben benieuwd. Nou, podcast nummer 2. Ja. Waarbij we de rollen een beetje omdraaien. Het shot is verkeerd. Wat is er nou verkeerd? Let op. Ja. Even. Zo. Okay. Zitten we tenminste allebei in beeld. Ik zeg niks meer. Ja. Nou, podcast nummer 2 dus. Op de pijnbank liggen. Op de pijnbank. Zo moet ik kikken. Daar zijn we weer. Vertelt u eens. Dat noemen we tijdgedoe waar je mee bezig bent. Ja. Daar hoor ik veel over praten. Ik weet natuurlijk dat je de interviews doet. Al ruim 400 uur heb je me ooit een keer verteld. Misschien wel 500 inmiddels. Zeker. Wat haal je daar nou zelf uit? Het is een tijdsbesteding, een hobby, maar ik kan ook eerlijk zeggen, ik had het laatst nog met M, mijn vriendin erover, dat het ook wel verwarring met zich meebrengt, want je krijgt op een gegeven moment zoveel tegenstrijdige adviezen, dat je op een gegeven moment ook denkt, ja, wie nou te volgen, wie nou te geloven, want ook met non-dualiteit, heel veel mensen vliegen het op hun eigen manier aan. Ja. En hoe komt het dan dat je daar zelf geen conclusie uit haalt, maar dat je het eigenlijk dan af blijft vragen. Nou ja. Lijkt zo. Nee, ja, ik proef wel een soort rode draad. Mm-hmm. Ze verwijzen natuurlijk allemaal op hun eigen manier naar hetzelfde. Dat proef ik wel. Maar ik merk het bladeren omheen dat me nog wel eens afleidt gewoon. Afleidt. Ja. Probeer je dan niet per ongeluk een concept van te maken? Ja. Je hoopt, tenminste ik ben ooit de spirituele zoeker begonnen in de hoop de ultieme waarheid te ontdekken. Ja. Maar dan proef ik bij jou een beetje van, ik heb wel de ingrediënten, maar ik heb eigenlijk nog niet helder wat ik ermee ga maken. Dus ik heb wel suiker, ik heb wel peper, ik heb wel meel, ik heb melk, ik heb cacao, ik heb van alles. Dan zou je denken, nou dan wordt het chocoladepudding of zo. Ja. Maar je hebt niet voor jezelf zoiets van, nou, ik ga voor de chocoladepudding. Nee, ik vind het prettiger om inderdaad ingrediënten te blijven verzamelen. Om het palet, zo noem ik het ook, het palet compleet te hebben. En dan pas begin ik aan het hoofdgerecht. Ja. Ja. Jeetje, vermoeiend hoor. Vind je? Ja. Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om te doen. Het lijkt alsof het een nog steeds een vraagteken is. Alsof waar het over gaat. Ja, alsof je het misschien nog niet helemaal gevangen hebt. Ja, maar wat valt er te vangen dan? Vraag ik aan jou. Valt er iets te vangen? Of zou je het anders omschrijven? Nou ja, ik heb non-dualiteit altijd omschreven als voor mij een werkbaar model. Mm-hmm. Dat vind ik er al heel lekker aan. Mm-hmm. En of het nou blijkt over een paar jaar dat het gewoon allemaal bullshit was en dat het allemaal niks van waar is, dan heb ik toch die jaren best wel profijt gehad van dat werkbare model. Ja. Dus zo zie ik het. Maar ik weet dat er ook verwezen wordt naar een alomvattende explosie van eenheid en ervaring en ja. Nou, ik ken die momenten wel, maar ja, ik heb niet het idee dat zoiets, dat dat iets is wat je kan bereiken of zo. Nee. Nou, wat ik vaak zeg, althans is ook een beetje mijn eigen filosofie, is je bent al verlicht, of het is er al. Ja. Dat alleen het denken of de persoon nog in de weg staat, is in de weg staan misschien ook te sterk, maar misschien meer de balans. Ja. Ja, alles wat ik nu ook zeg en jij zegt, impliceert dat er een concept dan toch zou moeten zijn. Dat we tot iets kunnen maken. Ja, en voor mij persoonlijk is het iets wat is. En de een heeft daar een religie uit gehaald, de ander heeft daar een geloofssysteem uit gehaald, een andere filosofie, misschien zelfs ook
is Advaita daaruit geboren. Ik ben er niet bij geweest. Maar het is wel fascinerend dat je uren kunt lullen over iets wat je eigenlijk niet kan omschrijven. Dat is dus zo grappig aan, hè? Ja. Ja. Maar toch moet er een weten zijn dat het niet complete bullshit is waar we het hier over hebben, toch? Mm-hmm. Zouden wij een uur kunnen vollullen over een auto, jouw auto die 3 wielen heeft? Ja. Wij weten dat jouw auto 4 wielen heeft. Ja. Dus dat vind ik ook zo mooi aan. We proberen iets in woorden te vangen waar we eigenlijk een soort weten van hebben. Maar ja, de een krijgt het wat beter uitgelegd dan de ander. Maar niemand kan het op een presenteerblaadje geven. Maar ik proef wel dat iedereen het ergens heeft. Of in ieder geval de zoeker. Laten we dat even zo beschrijven. Dat er ergens iets is. En we gaan dan als een soort Indiana Jones de jungle in. Ja, ja, ja. En met een zweepje en af en toe wegrennen voor een grote kei die naar beneden rolt. Maar gaandeweg is het misschien wel een avontuur. Maar in NLP zegt ze altijd, de kaart is niet het gebied. En dat vind ik nog steeds een mooie uitspraak. Omdat ik hem wel voel, maar moeilijk vind om uit te leggen. Je hebt wel de kaart, maar dat is niet waar het om gaat. De meeste mensen hebben het over de weg vinden of de weg volgen. Maar misschien ben je de weg. Zei dat Jezus ook, hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Oh, nee. Nou, Jezus is een goede gast. Die heeft ook zinvolle dingen gezegd, heb ik me laten vertellen. Maar ergens is het vaak voor velen, denk ik, een grijs gebied. Waar het nu het denken is, waar het nu het voelen is. Of het nu het een het ander uitsluit. Mm-hmm. Of, nou ja, in mijn geval geloof ik, niks sluit elkaar uit. Het is en dit en dat. Als jij nu een presentatie of samen spreken over non-dualiteit, je wordt uitgenodigd voor weet ik veel wat. Wat zou je zo'n zaal dan vertellen? Ja, ik word natuurlijk vaker wel gevraagd aan me van wat is dat nou? Stel je, er zitten allemaal zoekers, net als bij Moody. Ja. Ik zeg namens thee, namens koffie. Namens koffie, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Nee, nu niet eroverheen lachen. Want non-dualiteit is wel, het is wel mijn lievelingsonderwerp. Het is het voelt als een soort heel dierbaar kindje. Ja, ik praat daar heel graag over. Maar je hebt wel je hebt een beetje die zuigende kracht heb je nodig. Ja. En jij bent nu mijn enige publiek. Ik kan natuurlijk wel een publiek fingeren, verzinnen. Ja, wat zou ik zeggen? Ik vlieg het op verschillende manieren aan. Wat ik altijd een mooie uitdrukking vind is, er wordt je verteld als kind dat jij in de wereld geboren wordt. Dat jij dus dat jij een poppetje bent in de wereld. Ja. En wat ik van de normaliteit begrepen heb, is dat jij niet in de wereld verschijnt. Nee, de wereld verschijnt in jou. Mm-hmm. Als bewustzijn, of hoe je het wil noemen, als het filmdoek wat een wereld mogelijk maakt. En ja, ik blijf dat zo'n fascinerende uitspraak vinden. En dan kom ik altijd, pak ik meestal naar de zijweg. Dan zeg ik, Indianen zeiden het ook al. Indianen riepen al van niet van wij gaan de kamer in. Nee, de kamer verschijnt in mij. En ja, ik weet niet waarom, maar ik blijf dat fantastische manier van naar de wereld kijken vinden. Want als dit één verschijning is in mij, wat heb ik er dan ook nog? Wat is dan dat arrogante idee dat ik die verschijning zou kunnen modelleren en naar de hand zou kunnen zetten? Het zou bijna hetzelfde zijn als ik zou zeggen, nou dit hier, maar ik pak deze cactus op en die zet ik nu daar neer. Ja, nee, dat gaat niet, want dit schilderij is al, dat is er al. Ja. Dus dat vind ik machtig mooi. En dan vaak blijf ik daar, dan zien mensen me glunderen en dan vragen ze er nog wel eens wat. Ja. Maar ik praat niet in zaaltjes hierover. Nee, dat is meer een hypothetische vraag. Die stel ik soms ook nog wel eens. Maar dan ga ik jou weer interviewen. Ik ben benieuwd, ik zie jou wel, als ik dat vertel, klopt het dat ik bij jou wel een soort herkenning voel of zo? Ja, of blijdschap? Nou ja, waar ik aan moest denken is ik denk dat iedereen, dan generaliseer ik, als je het niet mee eens bent, stuur maar een WhatsApp of whatever. Berichtje eronder. Het is als een relatie. Je gaat een relatie aan met Advaita.
Ja, wat goed getimed. Maar sowieso, even eerlijk. Ja, dat is heel goed. Maar wie gaat er op zaterdagavond om 9:30, 9:30 boren? Ja, ik, iemand die niet niks kan doen. Nee, denk, ik zit op zaterdagavond thuis, ik heb kut te doen. Wat kan ik nog met... Oh, ik moest nog een schilderij ophangen. Ja. Nee, maar ja. Cadeautje weer. Ja. Want ik kan nu denken, dit had niet mogen gebeuren. Ja. Dat zegt het brein. Of kut, de opname is verpest. Maar is dat werkelijk zo? Ik moet er wel om lachen dat er iemand gaat boren. Nou ja, hij is verpest totdat je de betekenis of het label erop plakt verpest. En nu kunnen we hem lachen. Ja. En ik denk dat dat al een groot goed is. Misschien zelfs wel een beetje een demonstratie is. Van waar het over gaat. De dingen zijn zoals ze zijn. De dingen verschijnen zoals ze verschijnen. En het is ons denken, onze persoon die daar een betekenis aan geeft. Een label op plakt. En daar een verhaal van maakt. Ook weer op basis van alle verhalen die we ooit een keer gecreëerd hebben. Of gaandeweg. In ons hoofd gaan zitten en ons gevormd hebben en we opnieuw als in een soort loop blijven herproduceren. Je ziet ook wat ik meteen doe. Ik ga meteen naar de klok kijken en er meteen een oordeel op hebben van je zou op zaterdagavond om 9:30 niet mogen boren. Ja. Maar waar staat dat geschreven? Ja, je zou denken dat het een ongeschreven regel is, hè? Nou, dat doe je toch niet? Als je nou gezond bent, dan snap je toch dit, dan snap je toch dat. Ja. Maar dat is... Maar je was iets interessants te vertellen. Wat was ik ook weer aan het zeggen? Dat het jou deed denken, dat verhaal van dat één verschijning is. En dat de Indianen het ook al zeiden. Ja, dat het een relatie is. Een relatie. Ja, daar hadden we het over. Bedankt meneer Van der Boer. Het is een beetje als een relatie. Je leert iets kennen. Het iets is dan het waait en onder tijd eens bewustzijn. Het universum moet dat wel noemen. Daar raak je mee bekend en daar ga je ook mee uitproberen. Want ik weet nog heel goed dat ik proefde dat ik verder wil als het ging om waarheid. Het resoneerde nog niet, alle shit in mijn hoofd en in mijn gevoel, dat het nog meer was. Maar Advaita in het begin, ik vond het een vage wauw. Ja. Echt, ik kon Alexander Smit niet volgen. Ik wist alleen dat het me trok. Ik kon Nisargadatta in zijn boeken niet volgen. Waar hebben ze het over? Als je hier nog nooit mee in aanraking bent geweest en je begint er net mee, is het bijna een soort gekke praat. Een soort geklop in je hoofd. Nee, ik kreeg je op het geluid, dat hoor je misschien niet. Maar ik had het met Tony Parsons ook in het begin. Ik kon dat niet aanzien, terwijl na een jaar of 3-4 vond ik het fantastisch. Ja. Is het bij jou wel... Nee, ik ga er even uitstellen. Nee. We moeten het gewoon laten gebeuren. Weet je. Ik scheid het voor me. Maar hoe ging dat verder? Ben ik daar wel benieuwd naar? Je vraag was dan? Nee, ik stel geen vragen. hoe het zich verder ontwikkelt, dat ben ik toch zelf aan het vertellen. Je hebt niet eens in de gaten dat de rol alweer omgedraaid zijn. Ja, shit man, trekt alles naar jou toe. Ja, dat is zo graag. Narcist. Nee. Ja. Nee. Even, maar interessant, van die relatie, daar ben ik benieuwd naar. Je krijgt een relatie met Advaita. Heb je nog nooit iemand zo horen zeggen? Dat vind ik interessant. Nou ja, het is iets onbekends. Het is iets onbeschrijfbaars. Leer je kennen. Je voelt het ook, maar kan het nog niet omschrijven. Je gaat dan op zoek naar mensen waarbij je over die relatie kan praten. Mm. Als een soort derde persoon, vierde persoon, vijfde persoon. Omdat ik kon me niet voorstellen dat ik de enige was die die zoektocht of dat gevoel erbij had. Maar ik merk in mijn directe omgeving dat de leer soms zo direct is dat het eerder afstoot dan aantrekt. Mm. Ja. Want hoezo is mijn ik gecreëerd of is mijn persona een projectie? Want ik weet niet eens of hoe ik mij projecteer, of dat zo waargenomen wordt door de persoon met wie ik in gesprek ben. Dat is ook maar een aanname en misschien een vorm van zelfkennis op basis van zelfonderzoek. Maar ik noemde het al eerder op de avond voor het opnemen, mentaal klaarkomen. Over het algemeen denk ik dat de meeste zoekers toch op zoek zijn naar een vorm van een haai. En binnen Advaita is er geen haai. En
dat vind ik gek genoeg uit de water fascinerend, want het belooft niks. Het belooft absoluut niks. Het is gewoon, joh, dit is de filosofie. Ja, ja. Het resoneert met je of niet. Ja. En het enige wat je kan doen als je er met mensen over praat, is er naar verwijzen dat het mogelijk zo is dat die ik... Nou, een illusie een waarheid is. Ja. Want ergens, ik hoor je illusie zeggen, maar voor mezelf... Breng je het wat zachter aan iemand als je zegt het is een waarheid. Ja, maar als we terugbrengen naar die verschijning, hè, dat het dus een verschijning in jou is, dan inderdaad, als we die verschijning als echt bestemmen, dan is die ik ook echt. Want dat verschijnt ook in jou, het idee een ik te zijn. Mm-hmm. Dan hoor ik ook wel mensen roepen van, nou, die hele verschijning is niet echt, is niet van echt stof gemaakt. Het is een verschijning. Een soort fata morgana in jou. Ja, ik weet het niet. Ik zat er van de week in mezelf over na te denken. Iedereen kent de Matrix, hè? Die keuze van de rode en de blauwe. Ja. Het is allebei. Het is en de rode en de blauwe. Zo zit ik er in ieder geval in. Er is dat stukje mentale waar we niet aan... Een mentale wereld, als je het zo wil noemen. En een niet-mentale wereld. En misschien is er zelf nog iets... Een derde poot of driehoek... Die het geen ene ruk interesseert hoe die ene de ander observeert zonder oordeel. Ja, ja. Want je kunt jezelf onderzoek is voor mij gewoon uit jezelf stappen, uitzoomen, naar jezelf kijken, oordeel. Maar je kunt je ook afvragen, ja, er is volgens mij nog een. Voor mij is er een derde tak die het echt niet interesseert wat die van dat vindt. Ja, 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 ja. Ja. En dat is niet voor iedereen weggelegd, die manier van denken. Dingen benaderen. Maar ik merk wel dat in de communicatie, en je hoeft het niet zo direct te doen zoals wij het nu bespreken, maar in de omgang met anderen heeft ieder zijn of haar verhaal. En als je dat alleen al doorziet en kan respecteren en niet de verwachting hebben dat ze van jou hetzelfde doen, dat brengt rust. Ik denk, als je jezelf je mind opzij kan zetten, dus de bevrediging van het ego niet laat bepalen door jezelf, maar het soort verstandig masturbeer, dat je niet, nou ja, je plezier is niet afhankelijk van de ander. Wat een slechte vergelijking misschien, maar... dat eigenlijk... Maar om een vraag aan jou te stellen. Oh, dat doe ik wel bril uit wel. Ja, want dan ontspan je wat meer. Vind je me gespannen? Nee. Oké. Okay. Ja, ik zie mezelf op tv. Dus ja, we zien, ja, dat weet niet iedereen, maar we zien onszelf op tv. Het wordt ook met video opgenomen. Ja. Het is natuurlijk interessante stof om over te praten. Mm-hmm. Ik noem het dan relatie. Of, nou, je hebt het wel eens de verliefdheid over. Ja. Toch heb ik nog niet helemaal helder. Ik heb het wel eerder gevraagd wat het nou voor je doet. Je vindt het interessant, je kan erover praten. Oh, maar het heeft ook echt wel... Weet je, moet je voorstellen, ik was een bekende radiodiscjockey. Mm-hmm. Met een salaris van, nou dat mag ik je best zeggen, in mijn hoogtijdagen, €12.000 per maand. Ja. Daar zou iedereen van zeggen... Wow! Een beetje plaatjes draaien. Voor een beetje iedere ochtend ochtendshow doen. Dat heb ik laten varen. Dat is gewoon helemaal uit mijn handen geflipt. En daar frustreer ik me niet over. Mm-hmm. En dan kan je zeggen, ja, makkelijk praten. Want je zal wel wat financiële reserves hebben. Oké, dat is zo. Dat geeft rust. Dat heb je straks ook verteld. Maar ik toch, doordat ik dat normaliteit heb leren kennen, kan ik daar veel lichter in staan. En gewoon denken, dat was ik toen. Dit ben ik nu. Weet je wel, dit is geen verschil. Tussen wel op de radio zijn of niet op de radio zijn, voor mij althans. En dat geeft zoveel berusting. Mm-hmm. Ik denk, als ik Advaita niet had leren kennen, dan had ik nu nog iedere dag gefrustreerd gezeten als dat hetzelfde gebeurd was. En ik dacht, verdomme, ik moet weer op de radio. En daarna moet ik weer in de ochtend en dan moet ik weer dat salaris krijgen. Maar dat is het totaal niet. Nee. Heb je wel het gevoel dat soms omschrijf ik het als dat we een soort Jekyll en Hyde hebben. Mm-hmm. Ik weet niet meer welke de goede was, dus sorry. Dat zeg maar de boze, dan zeg maar het verstand is. Ja. En, of andersom.
En dan de vrede, de rust is dan het gedeelte wat inderdaad kan zeggen, ja, het is wat het is. De rest is perceptie, weet je. Het zal allemaal naar reet roesten. Ja, dat spel, ja. Ja. Ja, dat is er nog wel, maar dat is het dus bij mij meer als er een ventilator kapot gaat. Of iets anders kleins. Ja, het einde denkt, van de wereld. Ja, nee, maar dat is ook het gekke met dit apparaat hier. Ik noem het altijd maar dit apparaat, hè. Ja. En ik geef dit apparaat, we zitten nu vandaag aan tv te kijken, ik zet dan maar gewoon een moeilijke documentaire op van het Uur van de Wolf, ja, over een of andere abstracte kunstenaar uit de middeleeuwen. Dan heeft dat apparaat hier, wat jij ook zegt, ja, kauwgom. Ja. Lekker iets om op te knabbelen. En dan gaat het niet zijn eigen spookverhalen verzinnen over ventilatoren die kapot gaan. En over Stevie's die 4 minuten laat komen. Of ja, over een vriendin die vanavond salsa dansen is. En misschien wel een leuke vent tegenkomt op de salsa dansavond. Weet je wel? Mm-hmm. Ja, en ik heb wel eens gezegd, het is een soort creatieve spier. Ja. Die ik voor mijn radiowerk ook goed kon gebruiken. Want bij radio moet ik van... Jan Paparazzi heeft al gezegd, bij radio maak je van een hoopje poep een gebakje. Ja. Althans, dat, je moet van alles iets maken. Dus die creatieve spier is ook nog wel heel erg getraind bij mij. Ja. Maar als ik jou goed begrijp, heb jij die net zo goed. Is dat gewoon inherent, ja, aan dat apparaat hier? Ja. Creatief denken. Er is ook iets in mij. Over het algemeen mediteer ik elke dag. Maar er is ook wel, er zijn zakmomenten dat het moet weer. Ik wil niet dat het iets is wat moet. Weet je, je hebt altijd wel een soort dialoog in je hoofd, dat, ja, kan je niet uitzetten. Dus dat is ook wat ik bedoel met, je kan niet egoloos zijn. Je hebt hersenen en die werken op een bepaalde manier. Zoals de amygdala, geloof ik, vechten of vluchten. Mm-hmm. De jagen, het was vroeger jagen of rennen en nu is het succes. Of vooral niet falen en, ja, in alles slagen. Dat is een beetje waar het nu op, en kapot ventilator is falen. Vandaag wel mediteren is een succes. Maar er is gewoon een mentale dirigent die graag gewoon het orkest in toon houdt. Ja, ja, ja. Ik bepaal wanneer de viool erin, ja, komt. Ja. Ik bepaal wanneer de contrabas een stukje doet. En Berdien Steenberg, als ze nog leeft, weet ik niet, haar een stukje dwarsluit nog doet. Ja, ja. Dit is de orkestbak. Ja, dat is mooi gezegd. Of de dirigent, ja. Ja, de dirigent die het orkest wil, ja, leiden. En in die vlagen van vrijheid, waar we inderdaad het stukje zijn, heb je liefdevol de dirigent gewoon een dag vrijgegeven. Of even een koffiebreak. Ja. En het komt met vlagen, maar het besef dat het er is, ja, dat je het lief zou kunnen hebben, zo omschrijf ik het, ja, dan. Want vaak is de oorlog ook dat je jezelf afstraft dat je het doet. Dus dan heb je gedachten over de gedachten. Maar ik vind het wel interessant, Steve, wat, ja, je nu zegt. Zouden we het eigenlijk zo kunnen vergelijken met... Er draait een cd of een mp3 van een klassiek stuk. Ja. En dan staat gewoon een dirigent te doen. Ja. Alsof hij dat allemaal veroorzaakt. Terwijl als de dirigent gewoon... ging, ja, de muziek gewoon door... Nou ja, ik vraag me dat ook af nu we het over hebben. Al die muzikanten hebben bladmuziek voor zich. Hoezo hebben ze dan een dirigent nodig? Ja. Ze kunnen toch precies zien wanneer ze erin moeten zetten, niks moeten doen. Het tempo, ja, moet veranderen, korte noot, lange noot. Ja. Ja, volgens mij doet misschien de dirigent, misschien zeg ik niet heel dom, is volgens mij alleen de dynamiek. Ja, of voor de show. Ja, misschien ook wel. Om het nog iets te laten lijken. Ja. Maar ja, ja, ik vind het voorbeeld wat Bas Haring ooit een keer gegeven heeft. Die zegt, die had een computerspel zat hij te spelen. En hij zat zo en denk, wow, dat gaat goed. En dan dit en dat. Wow, die bocht die had ik ook. Toen was ik, mm-hmm, klaar. Toen deed ik zo, stond er demo mode. Ja. Wat als we op het einde erachter komen dat het gewoon demo mode was. En wij onszelf maar de hele tijd op de schouder kloppen wat we het goed of boe, wat, ja, we het slecht gedaan hebben. Ja. Dat vind ik, ja, dat vind ik, ben, ja. Of is dit voor jou toch, wat je al eerder, nee, in het gesprek zei, oh, dat is een leuke vraag. Nee, nee, stel maar eens. Allebei. Dus, ja, dus is het idee dat we toch aan het stuur trekken en dat het karretje toch naar links gaat, is dat maar een idee? Of is het toch, is het, ja, daar kom ik op het top, ja, is het dan toch invloed die wij kunnen uitoefenen hier? Dat vind ik, daar krijg ik maar dingen, ja, achter. Kijk, als je blijft vasthouden aan wat gebeurt, dat gebeurt, dan is invloed ook hetgene wat gebeurt. Oké.
Ja. Maar dan krijg je weer de vraag, wie koos ervoor om inderdaad het stuur naar links te bewegen? Hè? In mijn interviews ga ik vaak die kant op. Ja. Want ik kan nu wel zeggen, ik krijg zin in appeltaart. Maar koos ik er werkelijk voor dat ik zin in appeltaart kreeg? Of kwam ineens gewoon de zin in appeltaart op? En dan krijg ik meestal van die geïnterviewden altijd de antwoord van... Ja, wat heb je daar nou aan om daar antwoord op te krijgen? Of mensen zeggen, het is allebei. Het is en jij koos voor appeltaart en je kreeg zin. Misschien heb je suikerverslaving en wil jouw lichaam het. Waar is dan Patrick die zin kreeg in appeltaart? En ik denk ook in deze... Het vrede met het niet weten. Ja, nee, maar is het ook. Maar misschien is dat wel nog... Jij vroeg aan het begin van dit gesprek wat die drijfveer misschien is voor al die interviews en wat ik er dan probeer uit te halen of wat ik uitgehaald heb. Maar het enige wat ik echt, wat dat, die interviews nog heel erg het vuurtje brandend houdt, is dat ik inderdaad maar niet op die essentiële vraag, of die essentiële twee vragen, is de wereld een illusie en heb ik vrije wil, dat ik daar na 300, 400 gesprekken, ik krijg daar maar geen antwoord op. Nee. Niet. En is het dan niet advocaat van de duivel? Ja. Het is toch niet aan mij en wie je ook nog allemaal gaat interviewen of geïnterviewd hebben om jou een antwoord te geven? Nee, maar ik kan toch op zijn minste naar vragen. Ik geef ook niet de geïnterviewde daar schuld van. Maar, nee, maar je geeft zelf aan, ik krijg het antwoord niet. Ja, maar dat is misschien dan nog wel mijn vraag. Wat als er geen antwoord is? Ja. Wat als het is wat het is? Wat... Ja. Als jij degene bent die je dan toch maar, noem het voor gemak, concept van maakt van oké, dit is het voor mij. Ja. En dat mag er zijn. En dat zal je waarschijnlijk ook bevestigd krijgen dat zodra je het voor jezelf helder hebt of wel dat antwoord hebt, dan zullen mensen die hier ook mee bezig zijn zeggen, ja, interessant. Of zo heb ik het nog niet bekeken. Ja. Ik merk wel dat we eigenlijk gewoon over hetzelfde hebben. Ik misschien net een andere insteek heb, omdat ik, niet dat jij hardcore adviter bent, maar ik ben geen hardcore adviter. Ik volg een gevoel. En adviter is eigenlijk alleen maar de bevestiging wat ik eigenlijk al weet. Ja. Want dat is eigenlijk ook het ultieme bewijs, dat je in beweging blijft en dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ik heb het al eerder gehad over dat ik heel intensief met mediumschap ben bezig geweest. Als jij mij op dat moment had gevraagd, ga je dat ooit nog loslaten? Absoluut niet. Want dat was voor mij op dat moment. Dat was het. Ja, en het is toch losgelaten. Het is toch losgelaten. Ja. Sterker nog, ik had het met iemand erover. En het is niet om het mediumwerk zwart te maken. Maar je kunt je ook afvragen, wat heeft iemand er eigenlijk aan? Dat ik zeg, van, ik heb nu die en die bij je. En jij wordt onderhoerd. Want misschien is het een supergoed medium. Als je erin gelooft, laten we dat even terzijde houden. Stel je voor, het is waar. Mensen kunnen dat. En die maken contact, die zeggen dingen waarbij jij er niet omheen kan. Van ja, dit kan je niet gegoogeld hebben. Mm-hmm. En het is zo direct, en ik voel het gewoon. Je wordt emotioneel, oké. Medium bewijst eigenlijk alleen maar dat er zoiets bestaat als energie waarnemen of interpreteren. Maar jij blijft met emoties zitten. Heb je het verwerkt na zo'n sessie? Ben je er echt mee geholpen? Ja. Heb je alleen maar de rust dat er misschien iets is na dit leven? Of heb je alleen maar de focus op de dood, omdat zoveel mensen bang zijn om te leven? Ja. Want de dood is de enige zekerheid. En gek genoeg is dat ook hetgene wat dan toch rust geeft, omdat je dan in ieder geval weet dat het eindigt. Ja. En dan gaan we in de tijd die we hebben zoveel mogelijk dingen proppen waarvan we weten dat ze in de essentie geen waarde hebben. Ja. Ja, maar een beetje verstandig mens heeft er ook door dat, zoals Alexander Smit het zegt, dat het allemaal umsonst is hier. Ja. Dat het toch allemaal, ja, je komt met niks, je gaat met niks, je laatste jas heeft geen zakken. Mm-hmm. En ik zit nog eens met mijn vriendin over te filosoferen. Voor wie, als je het dan voor wie, je komt er al niet uit voor wat je het doet, mm-hmm. maar voor wie doe je het dan? Want dan zou je kunnen zeggen voor de volgende generatie. Maar ja, die volgende generatie gaat ook alweer dood. Dus zijn we dan maar gewoon de bal steeds vooruit aan het spelen, zodat die, wie gaat hem ooit in het doel trappen dan, die bal? Ja, en staat er een keeper? Ja, precies. Is er wel een goal? Wat is het leven zonder doel? Nee, maar ik weet niet, want je bent ook rond de 40, hè? 41, hè? Ik denk soms, ik heb gisteren nog zitten googlen op midlife crisis, weet je wel? Dat ik denk, ja,
Ja. Maar ja, dan zie ik allemaal dingen staan als... En waarom google je dat dan? Nou, omdat ik... Denk je dat? Ja, want dan ga je denken, ja, dat soort vragen horen eigenlijk wel bij midlife crisis. Van, what's the point of it all, weet je wel? Ja. Maar ja, toen hoorde ik weer bij Brainwash van Human dat een filosoof, een of andere grote filosoof, Camus of zo, die heeft ooit gezegd, er is eigenlijk maar één vraag die je zelf moet stellen als je een beetje intelligent bent. Mm-hmm. Pleeg ik zelfmoord of niet? Ja. Weet je, denk ik, ja, dus zo gek is het niet dat ik me die dingen allemaal zit af te vragen van... Wat is toch allemaal de bedoeling hiervan, jongens? Ja. En waarom en waarvoor? En... Ja. Ja, dat is entertainment, denk ik, of zo. Ja? Het is gewoon een... Ja, het is ook zo gelaagd. Gelaagd? Nou ja, ik zie het altijd als... In het begin heb je een filmdoek, daar speel je op de rol. Ja? Op een gegeven moment heb je door dat klopt iets niet, ik speel hier een rol. Dan stap je uit de film, ja. Zit je dus in de zaal, ja. Om naar jezelf te kijken. Naar de film, daar vind je iets van, ja. En je ziet het gebeuren en je hoopt dat er iets verandert. Ja. En het lukt je ook omdat je weet dat het iets van jou is op de doek. Ja. Ik denk dat hier meestal de spirituele mensen zitten en heb je nog de ruimte achter de projector. Ja, ja. En degene die dan de persoon waarneemt. Die dan weer de ik waarneemt op het doek. Mm-hmm. En dan geloof ik ook nog dat je de filmzaal ook gewoon kan verlaten. Voor theater. Ah, of die film eens op pauze zetten of eens even gaan spoelen. Maar dat het er eigenlijk niet aan toe doet. Maar toch kan er geen van die vier posities kan elkaar ontkennen. Of onteigenen of onterven. Het is allemaal deel van het geheel. Weet je, we praten vaak als we het over één zijn en één geheel hebben, kunnen we het niet anders uitleggen dan in meerdere componenten, heb ik het idee. Maar al die componenten, als we het samenvatten, komt er niet ook die componenten bewegen in het ene. Daar kunnen we het over het algemeen in vinden. Okay. Die conclusie. En dat ene, wat ik al eerder aangaf, daar ontstaan concepten uit. Want we hebben nu helemaal een duaal brein wat het wil vertalen in woorden en daar falen we vaak in. En we falen vanwege de dualiteit, want ik kan nooit zeker weten dat alles wat ik tot nu toe heb gezegd overkomt zoals mijn intentie is of zoals ik het bedoel. Maar die verantwoordelijkheid ligt bij de luisteraar of de kijker. Ik ben niet verantwoordelijk voor de waarneming van een ander. Hoe hij of zij het interpreteert. Ja. Misschien is het vage wabel, misschien is het interessant en misschien is het gezellig voor op de achtergrond. Maar alles is goed. Maar ik kan me ook niet voorstellen, Stevie, dat mensen van onze leeftijd... Ja, ze zijn er, ik weet het. Maar daar zit ik dan wel eens naar te kijken. Dan denk ik, ja, stel jij jezelf nooit die vragen dan? Nee. Ik ben gewoon... ik ga naar mijn werk en dan kruip ik s'avonds op mijn vrouwtje. Ja. En dan staan de piepers klaar om 6:00. En we gaan het weekend gaan voetballen. En toen een workshop aura schilderen. Ja, een biertje zuigen. Ja. En dan gaan we naar Centerparks. Want de zomer gaan we weer voor de 70ste keer naar de Costa del Sol. En ik vind het allemaal gescheten. Zal mijn tijd dood is dood. Oh, dus, precies. Ja. Het is toch zoals het is. Ik kan niet veranderen. Ik zie dat niet als minder. Nee. Maar ik... Anders. Ik zit daar wel eens met verbazing naar te kijken. Denk, ja. Maar je stelt jezelf dus niet de vraag, niet die vragen waar ik dus mee zit. What's the point of it all? Iedereen gaat toch dood. Waarom zou dit er zijn? Is dit een droom? Is het echt? Het is het allemaal, denk ik. Nee, maar het is 1% van... Nou, niet eens. 1% van de bevolking houdt zich met dit soort dingen bezig. Zijn wij dan gek? Of... Hebben we te veel vrije tijd? Waarom houden wij ons er wel mee bezig dan? Ik geloof toch een klein beetje dat we zijn ik-gericht. Ja? In het Westen zijn we ik-gericht. Ik zat nog te denken, want je kijkt bij Moody, natuurlijk, althans niet vanochtend, maar de gelegenheid om een vraag te stellen. En het enige wat ik kon bedenken is niet eens zozeer een vraag, maar meer van, joh, zie jij het ook zo? Als alles in het ene gebeurt, als alles gewoon is, de persoon gebeurt erin, de ander verschijnt erin, als we allemaal verbonden zijn, allemaal één, dan is het toch alleen nog maar wij zijn. En niet
niet. Ik ben waar altijd over gesproken wordt. Ik denk, als je meer naar... Dan spreek ik echt over eigen ervaring en levensfilosofie. Hoe ik in het leven wil staan is... Ik haal meer vrede en geluk uit wijgerichtheid. Ja. Wij die dit voor de mensen doen. Wij als in de collega's met wie ik mensen in bijstand help. Collega's ondersteun. Wij die podcast maken. Nou ja, precies. En we zijn zo gewend in... Dit is mijn afdeling. Zo is het proces. Mijn religie. Onze vereniging. Mijn camping, mijn caravan, mijn huis, mijn tv. Nou, dat is natuurlijk wel vreemd als je zegt onze tv, maar ik denk dat de strekking wel helder is. Dan zouden we elkaar daarmee kunnen aansteken? In de zin van, ik was op vakantie, toen daar in Portugal hing veel meer zo'n sfeertje wat jij beschrijft. Het was als vanzelf, toen wij eten over hadden, zag ik mezelf gewoon als vanzelf naar het huisje ernaast lopen. Ja. Klop, 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 we hebben eten over. Hier zou het niet in me opkomen. Is dat dan ook een soort collectief sfeertje wat er hangt van wij... Een vriend van me is naar Colombia verhuisd voor dat, omdat hij dat zo fijn vond. Ja. Is dat dan waar wij in Nederland toe veroordeeld zijn? Dat ik en alles is van mij en ik gooi mijn eten liever weg. Ik ga het toch niet naar de buren brengen? Ben je mal? Nee, maar dat is denk ik wel zo. We zijn aan het overleven op de een of andere manier, maar we zijn ons niet bewust... Wat het dan is waar we dan bang voor zijn. En dat is misschien de confrontatie met dat het ik waar we het nu altijd over hebben binnen het feiten. Misschien gewoon maar een realiteit is of een illusie. Het is maar net wat je fijner ligt of wat resoneert daarin. Liever het schouwspel. Als je altijd doet wat je deed, dan krijg je altijd wat je kreeg, zei Einstein geloof ik. Nou ja... De veiligheid zit hem in het herhalen van de patronen die liever tot stand gehouden wordt. De veiligheid van het bekende. Want alles wat dan uiteindelijk naar rust, vrede, vrijheid leidt, is het onbekende. Want je moet er iets voor doen. Het komt je niet aanwaaien. Het is een proces. Misschien van een week, misschien van een half jaar. Sommige 7 jaar, 10 jaar. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen zeggen, het komt in Nederland dat ik gericht heb omdat we zo ontzettend op een kluitje wonen met elkaar allemaal. Weet je wel, in Portugal, in Portugal moet je gewoon 5 minuten lopen voordat je bij het volgende huis komt. En misschien is dat ook, word je automatisch als je wat verder uit elkaar woont, ga je weer meer naar elkaar toe trekken. Misschien is het wel omdat we allemaal in van die blokkendozen wonen. Je zag het met dat boren en zo. We hebben de constant, horen we elkaar, we zien elkaar, we ruiken elkaar. Ja. Dat we denken van nou, laat mij maar even lekker in mijn hokje zitten. Ja. Ik wil ook even space voor mezelf. Zou dat misschien kunnen zijn? De overbevolking in Nederland? Ja, ik denk het wel. En toch geloof ik. En misschien is het naïef dat we wel allemaal een bepaald verlangen of honger hebben naar nee, tuurlijk, waar we het nu over hebben. En hoe je het ook wil noemen, het maakt mij niet uit. Maar wel de rust, stabiliteit, veiligheid, structuur waarin je niet meer de zorg hebt. En de oneenigheid met je partner en de ruzie met je kinderen. Alles wat je aan onvrede om je heen hebt, daar heb je zelf een aandeel in. En ik denk te veel mensen de verantwoording buiten zichzelf leggen. Dan eigenaarschap nemen voor het ik. Terwijl als je de beste versie van jezelf wordt, dan ben je ook de beste versie voor je omgeving. Ja, dat is waar. Maar dat heeft wel eens iemand even gezegd. Zelfrealisatie doe je niet voor jezelf. Nee. Dat doe je voor het geheel. Ja. Opdat jij gewoon een zuiverder instrument kan zijn waardoor het ene zich kan uitdrukken. Ja. Zonder al die vlekken op die spiegel. Nou, dat raakte me wel toen, dat ik dat toen eens een keer hoorde. Maar toch begint zo'n spirituele zoektocht wel ook vaak weer. Omdat jij van pijn af wil. Of omdat ik van pijn af wil. He, bij mij is het begonnen door een liefdesrelatie. Ik kon dat meisje maar niet meer krijgen wat ik zo graag terug wilde. Toen is mijn Eckhart Tolle zoektocht begonnen. Ja. Grappig, hè? Dan begin je dus met iets wat eigenlijk zelfgericht is. Om er uiteindelijk achter te komen dat wat je zo dwars zit, is die zelfgerichtheid. Dat is toch fantastisch. Nou, wat ik wel fascinerend vind, is dat de zoektocht over het algemeen altijd een vertrekpunt vanuit een dieptepunt heeft. Ja. Het verlies van iemand. Ja. Of het nou de dood is of een partner. Crisis.
het gevolg van een keuze die je maakt, in mijn geval bij iemand weggaan, nou ja, je baan kwijtraken, bla bla bla. Gedwongen op jezelf te zijn en ook je financiële filosofie eens onder de loep te nemen. We lijken pas te gaan leren als de pijn het grootste is. Ja, als de noodzaak het grootste is. Ja. Ja. Nou, wat vind je dan van die uitdrukking wat Paul zegt? Ik laat het nu even mijn voeten zien op de camera. Ja, heel charmant. Ja, heel sexy. Kijk, ergens voetschimmel, maar ik weet het niet meer waar. Ja. Paul zegt dan steeds, je staat op je eigen voet. Ja. En spiritualiteit begint ermee als medicijn om van de pijn af te komen dat je op je eigen voet staat. Mm-hmm. Maar de kunst is natuurlijk gewoon om niet meer op je eigen voet te staan. Ja. En niet jezelf maar te blijven voeden met boeken en nog meer satsangs. En kun je daar eens op reflecteren? Ja, ik moest dan gelijk ook aan het voorbeeld, wat ook totaal niet origineel vanuit mijn kant is, maar het vasthouden van die pen. Weet je wel, wat heb je nodig om... Waar komt dat uit? Ik weet het niet. Ik heb het ergens een keer gezien in een film. Maar je houdt eigenlijk die pen krampachtig vast. Er zitten wel eens twee maloten voor de camera. Het enige wat je moet doen om van de kramp af te komen, is laten vallen. Maar dit is bekend. De krampachtigheid is de veiligheid. Dat is het bekende. We zijn zo gewend. Het is zo normaal dat... Wat een ander als probleem omschrijft, dat het voor jou normaal is, omdat je het altijd al zo gedaan hebt. En het veranderen van mindset, gedrag, kan alleen als je het verlangen hebt. Als je op een gegeven moment op een punt komt waarbij je zegt van hoe kan het nou? Ik heb alles, maar ik voel me nog niet gelukkig. Ja. Volg die impuls. Het kan ertoe leiden dat je hele gekke workshops gaat doen. Of banen verliest. Ineens mensen kan genezen. Of dode mensen. Nou ja, er is een tal aan workshops aanwezig voor mensen die nieuwsgierig zijn en zoeken. Ik heb het voor een groot deel ook al gedaan. Omdat je op een gegeven moment zoek je. En dat is misschien voor mij wel de uitkomst van alles. Uiteindelijk zijn wij mensen gemaakt, en dat is wetenschappelijk, ons brein is zelfs ingericht om in verbinding te zijn. Wij functioneren het beste als we ideeën op elkaar afketsen. Ja. Je verzint hooguit maar 2% ideeën op jezelf en 98% als er al meer mensen omheen komen. En dan merk je ook, je voelt je het fijnst als je gewoon met mensen bent of in een omgeving bent. En dat is denk ik ook waarom Moody dan toch fijn is om een keer meegemaakt te hebben. Je voelt het, je kan het niet omschrijven. Maar iedereen heeft eigenlijk, dat ze zoeken en antwoorden willen is nog iets mentaals. Maar uiteindelijk gaat het om hoofd opzij en het hart gewoon eens naar boven tillen. En dat laten spreken in het delen. Ja. Ik moet denken, je zei net van als die gekte zo groot is. Mm-hmm. Voor mij was het op vakantie. Ik had het met mijn toenmalige vriendin, de mooiste hotelkamer. Uitzicht op zee. Lekker ontbijt. 4-5 sterren, alles erop en eraan. Nee, meneer zat zich nog te irriteren aan een vogeltje wat op het balkon zat. Mm-hmm. En wat... Dus ik ging met propjes schieten om dat vogeltje weg te doen. Toen dacht ik echt, ja mijn jongen, wat is dit voor een waanzin? Ja. Dat het klopt, maar het lijkt wel alsof voor iets in ons is het plaatje nooit perfect. Er moet altijd nog iets aangesleuteld worden. Die vogel moet weg. Het moet 3 graden koeler zijn en de koelkast moet iets aan. En wifi! Anders heb je ook een kutvakantie. Anders kan je niks op Instagram en Twitter zetten, want je gaat natuurlijk niet voor jezelf op vakantie. Nee. Je gaat voor je volgers. Ja, precies. Ja. Maar toen dacht ik echt van... Je moet echt iets veranderen, want dit is gewoon niet gezond. Nee. Heeft het niet ook te maken met gewoon meer mentaal gezond worden? En ik heb ook wel eens gehoord, geestelijk volwassen. Dat je denkt, maar wat is dat? Ja, nou, niet meer zo kinderachtig alles naar je hand willen zetten. En het beste, zoals als kinderen als eerste op de snoeppot afrennen. Alles is verbast. Het lijkt wel alsof je hebt de peuterpuberteit. Alsof we er gewoon niet meer uitkomen. Ja. Nee, ik denk dat de kunst van een gezond verstand, als we het dan zo noemen, zit in het onderscheid te gaan leren maken. Van dit is opvoeding, dit is invloed van vrienden, dit is echt van mij.
Dit is uit boeken. Dit komt uit iemand wat ik iemand heb horen zeggen. Dit komt uit mij. Ja. Ik denk dat als je doorziet dat je... Nou ja, ik heb volgens mij in een van mijn podcasts ook aangegeven. Ik ben op een gegeven moment bewust ook gestopt met lezen van boeken. Ik heb echt een jaar lang een soort lezenbattle gehouden. Omdat ik gewoon wilde uitpluizen wat in mijn hoofd, wat ik aan kennis heb rondspoken, is werkelijk van mij. En wat heb ik gewoon klakkeloos gekopieerd en geplakt, ondanks dat dat uit inspiratie kwam van, oh, wat is auto's zo mooi. En dat je dat dan onbewust of bewust gaat herhalen als een eigen stukje. Wat blijft er dan nog over? Alles wat ik denk nu mijn mond uit poep. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat als je daar bewust van wordt, dat je... Het blijft natuurlijk altijd een figuurlijke uitdrukking, maar dat je meer vanuit je hart en gevoel spreekt dan dat je inderdaad iemand aan het citeren bent of napraten of iets wat je gelezen hebt of iemand hebt horen zeggen. Maar oorspronkelijk? Ja, het komt uit jezelf. Veel van de dingen die ik vandaag in deze podcast en de eerste ook heb gezegd, ik heb alleen dat voorbeeld van die pen. Ja, maar dan nog, denk ik. Ja. Maar dan is het functioneel, weet je, prima. Maar dan weet ik ook dat het niet voor mij is. Ja. Dan weet ik gebruik nu een voorbeeld. En, Je hebt zat van die omgevallen boekenkasten, zoals Alexander Smit dat noemt. Nee, je kan natuurlijk met alle Advaita jargon strooien en zeggen, ja, want Rupert Spira zegt dit en dat. Nee, met boekenlezen ben ik ook wel gestopt. Anders luister ik dan ook niet meer zoveel. Ik luister jouw podcast nog wel eens, maar het gekke is. Mm-hmm. Ja, luister ook niet zozeer voor de woorden. Nee. Maar het heeft een bepaalde vibe, een bepaalde geruststelling bijna, een bepaalde ontspannenheid die mij ook ontspannen maakt. En dan kan het net zo goed zijn of je naar het rits, wat jij 25 ritsen van bladeren luistert. Ja. Waarmee ik jouw woorden niet tekort wil doen, maar ja, het gekke is dat het me ook helemaal niet zoveel uitmaakt of je verspreekt of je een keer niet uit je woorden komt. Want het heeft toch allemaal diezelfde vibe? Ja. En dat laat ik ook bewust gebeuren. Want ik denk, dat is de perfectionist zou zeggen, oh stop, opnieuw. Maar als ik me daarmee bezig hou, raak ik uit mijn flow. Ja. Als ik kan accepteren en ik heb er ook gewoon vrede en ik weet dat het kan gebeuren. Ja. Dan weet je ook gewoon doorpakken en gewoon gezellig verder kletsen. Of gewoon, hoeveel minuten zitten we? Dat weet ik eigenlijk niet. Ook alweer op 46, hè? Is het? Ja. Ja. Het gaat als een malle. We moeten misschien even afronden met nog wat een promopraatje voor jou en mijn podcast. Begin jij als je wil. Nou ja, trainermindfulness.nl en eenheidsbewustzijn.nu. Ja, het is allebei prima. Waar sta jij voor open? Ook oneerbare voorstellen? Nee. Ik sta open voor spreken op dit moment. Als je denkt van, nou, leuke gast. Volgens mij is dat wel leuk om een talk te komen houden. Maar ik gun jou gewoon een leuke... Val je op mannen of op vrouwen? Of vrouwen. Ja. Gun je gewoon een leuke vriendin. Ja, ik sta ervoor open. Ik zoek het niet, maar als het gebeurt. Dat vind ik zo gek. Je bent een intelligente gast. Je hebt je zaakjes goed op orde. Mm-hmm. Ben ik dan toch nog wel, dan ga ik jou weer een vraag stellen. Maar mis jij dat dan niet? Ik vind het heerlijk om gewoon een relatie te hebben en het leven gewoon te kunnen delen met iemand. Mm-hmm. Mis jij dat niet? Met vlagen, geef ik eerlijk toe. Maar wat ik wil zeggen, ik maak mezelf zo... Ja, in mijn eentje heel erg goed. En wat ik ook zeg, ik zoek het. Ik heb het. Het is geen criteria om me lekker te voelen of whatever. Ik sta ervoor open. Okay. Maar het is geen must. Geen criteria. Als het gebeurt, je kan het proberen. Ik weet het niet. Zeker als het iemand is die dit kijkt. Weet je, ik heb wel ervaren dat want M heeft ook oren hiernaar. Mm-hmm. We hebben ook samen een stuk van Muji er straks zitten kijken. Ja. Het is wel lekker dat je dit, wat je zo aan het hart gaat, dat je dat wel een beetje kan delen met iemand. Toch? Ja, het is denk ik wel de diepgang die ik in voorgaande relaties heb gemist. Hmm. Ja. Ja. Maar dan zou je, dan ga je misschien weer eisen stellen, dan zou je in het ideale beeld iemand moeten mogen vinden die hier wel voor open staat. Nou ja, als iemand dit kijkt en die denkt, nou die Stevie, daar wil ik wel een bakje koffie mee drinken. Bel 069. Stevie's podcast. In de podcast noemt Stevie een 06 nummer waarin je met hem... Ja, WhatsApp phone. Weet ik niet aan mijn hoofd. Staat in de omschrijving misschien ergens. Ik weet nog niet waar dit allemaal komt. En jouw mindfulness trainingen in 2019? Ja, ga ik helemaal los. In zowel het basisprogramma en mindfulness in communicatie.
Maar ik hoop uiteindelijk, wat ik net al aangaf, ik heb nog helemaal geen flauw idee hoe dat eruit gaat zien als ik dat hoor. Misschien een talk of ook iets van satsang. Gewoon lekker luchtig op het niveau waarop we nu zitten te kletsen. Toegankelijk, niet te zwaar en toch begrijpelijk. Ik hoop dat het enigszins een beetje de Jip en Janneke versie is. Omdat anders de overstap misschien te groot is vanuit eigen ervaring. Maar goed, Patrick, waar kunnen we jou ondervinden? We hebben het al. Ja, even voor mensen die dit luisteren bij Stevie op de podcast. Want dit komt ook in audio online. En dan bij allebei de podcastseries. Dus eenheidsbewustzijn en mindfulness, zo heet die van jou, hè? Mm-hmm. Op Spotify te vinden. Ja, wij niet. En praat over bewustzijn. Nou, die is op iTunes te vinden. Daar komt deze ook online. Maar indirect, ben jij nou ook op Spotify, hè? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, dat is leuk. En wat ik nog even een promopraatje voor wil houden is Non-Dualiteit TV. Dat is dan mijn kindje. Ik heb gewoon thuis zo'n bak van de computer draaien met alle interviews in een loop achter elkaar op shuffle. En als je dus geen idee hebt waar je moet, dat vind ik altijd grappig. Je valt ergens midden in een gesprek. Mm-hmm. Net zoals ik ooit, voordat ik nog van Non-Dualiteit gehoord had, viel ik, toen hadden we nog film 1. Bestaat dat nu ook nog film 1? Volgens mij on demand of als app. Ja, zoiets. Ja. Viel ik in de film What the Bleep Do We Know? Mm-hmm. Die ken je. Ja. En toen begon bij mij ook, wow, fucking interessant. Wat? Als die vrouw kijkt naar links en dan begint hier rechts al alles weg te vallen. Ja. En dan kijkt ze naar rechts en dan valt hier de weg. Hier moet ik meer van weten. Ja. Weet je? Dus zo kan je bij Non-Dualiteit TV ook eens een keer midden in een gesprek vallen. En dat je denkt, wauw. Dus dat typ dat gewoon in non-dualiteit.tv. En dan komt het allemaal goed. Steve, ik vond het leuk. Ja, wederzijds. Dankjewel. Dat we elkaar weer gevonden hebben. We gaan de ramen en de deuren opengooien. Het is bloed heet hier. We gaan kapot. Nou, dank voor het luisteren. Dank voor het kijken. Ja. En veel geluk op je pad. Wat geluk ook voor jou is. Dat is zeg maar mijn zo'n je ware momentje. Ja, dat doe je altijd. Altijd. Je hebt een eigen afsluiter. Ja. Dat moeten wij ook hebben.